Het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur wil volgens directeur Mike Antonius voor het jaar 2022 haar dienstverlening verder automatiseren. Het bedrijf moet zodanig worden ingericht dat het op den duur zichzelf kan gaan bedienen. Verder zullen wij in 2022 ons LTE-netwerk verder uitbreiden, zegt Antonius. Dat vinden we noodzakelijk om de verbindingen verder naar een hoger niveau te tillen. We blijven daar niet stilzitten. We hebben dat dit jaar al gedaan en gaan er volgend jaar verder mee. We zitten ook in 2022 dat we doorgaan met optimaliseren van de last mile. Met name in de gebieden waar we fiber to the curb hebben. Waarbij de snelheden, waarbij klanten nog klagen. Er zijn gebieden waar we nog hangkoper hebben. We gaan eens een aanvang maken om de hangkoper te vervangen. Het resulteert in veel storingen en daarmee kunnen wij zeg maar de klachten verminderen. Dus dat is iets dat we verder oppakken. En wat we verder ook zullen doen is veel accent leggen op digitale transformatie. We gaan ook onze medewerkers daarin in dat traject mee moeten nemen, omdat we steeds meer digitale moeten denken. Telesuur zal voor dit jaar anders omgaan met de werving en selectie van nieuw personeel. Wij gaan ons meer focussen op mensen met digitaal talent, zegt de directeur. Want het wil niet per definitie zeggen dat wanneer iemand jong is, dat het een digitaal talent is. Tot slot, wat is uw nieuwjaarsboodschap naar de rest van de samenleving en ook naar uw medewerkers toe? Nou, mijn boodschap is dat we niet moeten verwachten dat de pandemie het komend jaar ook wel weer opgelost zal zijn. Vele mensen hadden het gehoopt dat het voorbij zou zijn in 2022. We gaan er nog even mee verder moeten. We moeten adjusten naar nieuwe situaties. We moeten ons aanpassen. Ik wil doorgaan met afstand werken, afstand betalen, toch? Dat zijn dingen die we aan moeten gaan wennen. We hebben sommige guinties, we praten over, we zijn een cashcultuur en dergelijke. We zullen die digitale transformatie als bedrijf, maar in het bijzonder als gemeenschap moeten maken. Want als bedrijf kunnen we het initiëren, we kunnen het faciliteren, maar op den duur zal die adoptie vanuit de samenleving moeten gebeuren. Dus laten wij dat omarmen en die digitale transformatie gezamenlijk doormaken. Telesuur bestond afgelopen zaterdag 41 jaar en de directeur hoopt dat transformatie ook samen met de samenleving te kunnen delen.